Van Velsen, een geweldige afsluiter van dit festival. Naast mij staat de burgemeester van Wageningen, van Roemend, volgens mij. Als ik het goed uitspreek. Volgens mij bent u al een beetje fan geworden van Velsen, klopt dat? Ik heb uw vraag niet verstaan. Het applaus is te hard. Dus nog een keertje. Dan zal ik hem nog een keer stellen. Volgens mij bent u wel een beetje fan geworden van Velsen, van de artiest van net. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het liedje wat ik net hoorde, dat kende ik wel van de radio. Maar daarvoor was ik nog niet zo bekend met hem. Maar u vindt het in ieder geval leuk? Nou, het is in ieder geval leuk, want ik zie daar zoveel mensen van genieten. En dat is voor een burgemeester al heel belangrijk, ja. Mijn gevoel op dit moment is, ik ben moe, maar wel heel erg voldaan. Hoe voelt u zich op dit moment? Nou, ik heb al een paar keer tegen deze en gene gezegd dat ik een trots en heel tevreden burgemeester ben. Trots en tevreden omdat Wageningen vrede, vrijheid en veiligheid op een hele waardige manier heeft gevierd en herdacht. En dat hebben we 4 en 5 mei, vind ik, heel goed gedaan. Hoe zal u de dag omschrijven in zijn geheel? Nou, de dag begint eigenlijk bij de nacht. Om 12 uur vannacht heb ik het vrijheids- en bevrijdingsvuur ontstoken. En ik heb dat vuur aan heel veel lopers, fietsers en skaters uitgereikt. En die hebben dat vuur naar verschillende steden in Nederland gebracht. Onder andere naar Rotterdam. Dat was een heel mooi begin, want dan ga je van herdenken naar vieren. Vanochtend was voor mij al heel vroeg weer dag, want toen heb ik alle gasten welkom geheten persoonlijk bij het symposium, waar het ging over de vraag, zijn vredesmissies, zijn dat nou vredesmissers of vredesmissers? En daar hebben wij een heel goed debat over gehad. Inhoudelijk een moeilijk thema, maar wel heel belangrijk dat we bij het vieren toch ook stilstaan bij al die vreselijke ingewikkelde dilemma's die met vrede, vrijheid en veiligheid van doen hebben. Daarna heb ik een hele leuke rondrit samen met de commissaris van de Koningin van Gelderland gehad op de Dreien, waar veteranen en heel veel mensen verzameld waren die later in het defilé ook langs zijn getrokken. Ik heb even de sfeer daar kunnen proeven. Dat was heel gezellig, heel leuk. En daar zie je hoe belangrijk ook Wageningen is om dat vrede, vrijheid en veiligheid uit te dragen. Wat ik ondertussen dat niet meekrijg, is het bevrijdingsfestival hier in de stad. Want dat krijg ik pas mee rond 1 uur of 8 s'avonds. Want voor die tijd was er een hele mooie dienst in de kerk. Een concert en een overdenking die stilstaat bij 1945, 5 mei in Wageningen. En daarna is het defilé, na een kleine herdenking op het 5 meiplein, het defilé aan mij voorbij getrokken. En ik heb daar 2 uur en 2,5 uur in de volle zon, want het is lekker warm, heb ik geapplaudisseerd voor heel veel langstrekkende veteranen. En dat is een hele bijzondere ervaring. En tot slot nog, wat zou uw cijfer zijn van vandaag als u een cijfer aan de dag mocht geven? Nou, het zit een dikke 8. 8,5 zou ik zeggen. Nou, dat is een prachtig getal, vind ik zelf. En volgend jaar weer, zullen we maar zeggen? Nou, dat is zeker de bedoeling, want Wageningen is de stad der bevrijding. Niet alleen op 4 en 5 mei overigens, maar zonder een knallend 4 en 5 mei kan het niet dat hele jaar rond de stad der bevrijding zijn. Dus volgend jaar zeker weer. Nou, tot volgend jaar dan. Oké, dit is het einde van het Bevrijdingsfestival. Het was een geweldige dag. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Heel graag tot volgend jaar. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Ga nu naar doritosforlife.nl en ontwerp jouw speciale... Ja. Nou, we gaan eventjes...